Maar ik dacht dat het de bedoeling was dat als je geregistreerd bent bij Crux, dat je dan niet meer online kan gokken. Ja, dat dacht ik ook. Dus hoeveel geld heb je vergokt? Iets van 7000 euro. Ik heb een mail gekregen van een gokverslaafd die graag anoniem wil blijven. Want hij heeft ons laten weten dat hij, ondanks een registratie bij Crux... Crux? Nee, Crux. En dat staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is in het leven geroepen door Kansspelautoriteit van de overheid op 1 oktober 2021. De dag dat online gokken legaal werd in Nederland. Maar je hebt niet altijd mazzel. Hey, transfertje gemaakt? Ja, lekker toch? En weet je wat ook lekker is? Eenmaal geregistreerd in Crux kunnen gokverslaafden online en offline niet gokken. Althans, dat is de bedoeling. Maar ondanks die registratie heeft hij toch kunnen gokken bij Holland Casino en Bad City. Hoe zit dat? Dat gaan we uitzoeken. Alle legale casino's moeten verplicht Crux raadplegen als een speler zich aanmeldt. Oftewel, dat is de zorgplicht van de aanbieder. Aan de hand van het burgerservicenummer en voor- en achternaam kan een gokverslaafde een speelpauze inlassen. Dit deed Peter ook. Dat is niet zijn echte naam. Waarom wil je anoniem jouw verhaal doen? Omdat ik liever niet herkenbaar wil wezen voor mijn familie. Want ze weten niet dat je gokverslaafd bent? Nee, ze weten het niet. Nee. Vind je het lastig als ik zeg dat je gokverslaafd bent? Ja. Omdat je het zelf nog niet volledig geaccepteerd hebt? Of wat is dat dan precies, dat je het lastig vindt? Ja, het is gewoon niet leuk, weet je. Gokverslaafd, dus je staat er weer op. Je gaat ermee naar bed. Dus, en dat kost je heel veel geld. Heb je het al lang? Ik was heel jong. 15 jaar. 15 jaar? Ja. Het begint nu heel hard te regenen. Zullen we even kijken of we droog kunnen staan? Vraag je hulp? Bij Crux heb ik om hulp gevraagd. Dat is echt de eerste keer dat ik echt om hulp heb gevraagd. Dus je had je ingeschreven, je was dus geregistreerd, 5 november 2021. Daarna ben je in geen enkel casino meer geweest? Nee. Maar wel online? Wel online, klopt. Ja. Maar ik dacht dat het de bedoeling was dat als je geregistreerd bent bij Crux, dat je dan niet meer online kan gokken. Ja, dat dacht ik ook. Dus... Maar je hebt geen enkel berichtje gekregen van Crux? Nee, helemaal niet. Niks. Dus hoeveel geld heb je vergokt? Na die inschrijving bij Crux? Iets van 7000 euro. Van 3000 euro aan geld en 4000 euro geleend. Dus je wordt helemaal niet beschermd? Ik word niet beschermd, nee. En toen heb ik een e-mail gestuurd naar Holland Casino en naar Bad City. Ja. Bad City heb teruggestort. En Holland Casino ook. Toen werd hij afgehandeld. Toen werd er gezegd, we gaan je betalen uit commons. Want het is niet onze schuld. Wij zien onze fout hier niet in. Oké. Dus het geld wat je vergokt hebt, heb je teruggekregen van Bad City en Holland Casino. Ja. De volledige bedragen. Als het goed is wel, ja. Holland Casino laat aan Peter weten dat ze zijn inschrijving hebben gecontroleerd in Crux, maar dat hij helemaal niet geregistreerd is. Vreemd, want Peter registreert zichzelf op 5 november 2021 en deze mag 3 maanden niet gewijzigd worden. Bad City zegt dat ze geen inschrijfdatum van Peters registratie hebben gekregen van Crux. De vinger wordt gewezen naar Crux. Goed om te weten, demissionair minister Sander Dekker gaf toe dat er opstartproblemen waren met Crux, maar dat vanaf 20 oktober 2021 de Crux-registraties vlekkeloos zouden verlopen. Wat gaat er fout bij Crux? Ik reis af naar Den Haag, waar de Kansspelautoriteit huist. Zij zijn verantwoordelijk voor Crux. En dit is Geraldine Huiszoon, het afdelingshoofd. Wat is er misgegaan? Als je als speler inschrijft bij een aanbieder, dan moet jij verschillende gegevens overleggen, waaronder ook je BSN. En het is de bedoeling dat er dan een automatische check plaatsvindt bij een derde partij, de BV-BSN. Nou, op het moment dat jij een speelpauze wilt, kun je je aanmelden bij Crux. En als je daar inschrijft, moet je ook gegevens overleggen. Maar omdat er geen automatische controle was, kon het voorkomen dat als iemand een verschrijving deed, bijvoorbeeld een accent op zijn naam vergat of een tikfout maakte, dat dan in het ene systeem de gegevens niet goed stonden en in het andere systeem, Crux in dit geval, bijvoorbeeld wel goed. En dan had je geen match. En wat er dan gebeurde, is dat er in de normale situatie zou er een rode vlag omhoog gaan.
zou die meneer, die Peter, dus ook niet mogen spelen. Maar die rode vlag is dus niet omhoog gegaan. Nou heeft demissionair minister Sander Dekker gezegd, na 20 oktober zijn er geen problemen meer met CUX en het registratiemechanisme. Mm-hmm. Maar Peter heeft 5 november ingeschreven. Ja, dus wij hebben na 20 oktober hebben wij onze eigen systemen helemaal opgeschoond. Dat is op 16 november volledig afgerond. En wij hebben ook alle vergunninghouders hebben we geïnformeerd dat zij hun systemen moeten opschonen. En ook dat heeft plaatsgehad. Dus het kan zijn dat op het moment dat deze meneer zich inschreef, dat die opschoningsactie die is opgezet aan beide kanten, bij de aanbieders en bij ons, dat die op dat moment nog niet was afgerond. Ja, maar ik hoor het heet dat het woord kan. Dus het is niet definitief. Nou ja, het is niet definitief. Wat definitief is, is dat, dat het niet goed gegaan is. Dus na 16 november zou het zo moeten zijn dat deze meneer zich heeft ingeschreven waarbij er een automatische verbinding tot stand komt en kan er ook geen fout meer zijn gemaakt. Nou, zou dat Holland Casino en Bad City het op jullie hebben verhaald, het geld? Dus dat ze vinden dat jullie het geld terug moesten betalen aan Peter? Ik ga daar niet op in dit interview. Waarom niet? Gewoon, dat is intern onderzoek. Hoe gaat het nu met je? Nu beter. Ik heb nog één keer een terugval gehad, maar dat zal hoop ik niet meer gebeuren. En als het wel weer gebeurt? Ja. Wat dan? Dan ga ik weer opzoeken. Dat is niet goed. En dan bedoel je niet hulp bij CRUX, maar bij... Nee. Bij CRUX krijg ik geen hulp. Zo, dat was rete interessant. En als je meer video's wil zien, hier klikken. En als je nou denkt, joh, ik wil eigenlijk nog meer weten over dubieuze praktijken of ik wil gewoon kosten besparen, volg ons dan.